Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we weer fucking iets vets doen. Wat gaan we doen? Ja, wij gaan weer lekker bezig met Fooldip. Want jullie vinden dat fucking vet dat wij alles spuiten met Fooldip. Yep. Dus, en mijn auto staat heel raar. Ja. Je denkt, hé, hey, ja, staat best wel goed. Die gouden velgen zijn leuk, zijn mooi. Maar is nou wel weer genoeg geweest. Klopt. We gaan ze eventjes heel mooi maken. Want wat gaan we doen? We kregen er zoveel comments over. Maar ze worden... Zwart. Zwart! Ze worden gewoon... We gaan ze nu echt mooi maken. We hebben dit nu laten zien, net als het rood. Dat is gewoon niet mooi. Nee, ik vind het ook niet heel erg mooi. Het is meer van, kijk Marije, ik heb lekkere kleuren velgen. Maar ja, nu gaan we gewoon het mooi maken, dus we gaan zwart. En voordat deze hele video begint, jongens, jullie zitten maar te zeuren dat we onze auto's verneuken. Maar het kan er weer af. Je kan het gewoon, als ik dit eraf kijk, hier is alweer een stukje er vanaf. Je kan het gewoon afhalen en dan heb ik er gewoon weer alles origineel. Dus als ik deze auto wil gaan verkopen in de originele staat, haal ik het er weer af. Dus ook al spuit ik hier al een lijntje zo, kan ik het weer eraf halen. Rubber, alles gaat in één laag eraf. Ja, het is gewoon kwaliteit, supermooi spul en daarom doen we dat. Want deze auto's zijn ontzettend duur, dat weten jullie zelf ook. En dan gaan we dat... Hard voor gewerkt. Ja, hard voor je werk, jongens. Niet YouTube monies. Geen YouTube monies. Gewoon hard voor gewerkt. Dat is gewoon echt om 5 uur opstaan. Ja. 7 uur in Rotterdam zijn. Dat is gewoon fucking ver. Ja. Maar goed, jongens. Jullie gaan het nog wel meemaken. Dat harde werken. Maar ik word je wel belangrijk. Maar dan gaan we dippen. Dippen. Oké, jongens. Ik ga nu mijn velgen loshalen. Ik heb hem al opgekrikt. En dan moet ik hem nu alleen nog maar losdraaien. Ik draai ze even gewoon even los, want ik heb natuurlijk al voorbereidingen gedaan. Dus nu draai ik gewoon netjes en snel die onderkant los, jawohl. Ja, altijd als we hier zijn, dan zijn we weer de Duitse versie aan het zijn worden. Ik zie niet dat het bij mij is het Duits. Maar, Koen, heb jij latex handschoentjes? Ja, voor mijn handjes, dat ze niet vies worden. Ja, staat hij wel stevig? Ah ja. Nou, eventjes voor de vieze handjes doen we even die eigen handschoentje. Handschoentje zijn. Nou, Koen, ga maar bukken. Nou jongens, het is zover. We gaan het nog een keer proberen. Vorige keer was het mislukt. De eerste laag rood gaat eroverheen. Ja, die is lekker. Oké jongens, het is nu tijd om een kaart tussen te voegen. En dan kunnen we helemaal zwart spuiten. Ik heb ze schoongemaakt. En ze hoeven niet helemaal schoon, omdat ik nog Fooldip overheen heb. Dus nu gewoon weer een paar lagen zwart met Fooldip. Dan worden ze mooi jongens. Ik ben echt heel benieuwd als ze eronder zitten. Maar eerst de kaarten erin. Oh jongens. Ah, ja, ja. Na. Kijk, is er gewoon hier op de hoek. Hij komt hier de straat in rijden. Nou. Hij komt aan die kant. Hoe komt hij aan die kant? Kijk. Ah, dat is een bruggetje. Da. Kijk eens jongens. De rood is klaar. En we gaan deze nog even met een high glossy erop. En jij gaat de zwerte doen. Mat wat. En een vriend van mij komt helemaal uit Limburg hier al heen. Dus die komt elk moment straks de straat in rijden. Strassen. Maar... Ik ga de eerste laag doen, denk ik. Kom maar, Huts. Hey, wacht, dit moet... Doe die anders, die is droog. Ja, deze is ook droog. Stop. In 3, 2, Peugeot. Ja. Nou, zijn uitlaatje klinkt wel lekker. Ja, maar vanuit Limburg, jongens. Vanuit Limburg, hoor. Oh, zo. Limburg. Geef eens even gas. Ik doe nog eens, moet je horen. Wat voor? Ah ja. Wacht. Oh, zo! Tilt er alles. Oh. Wacht, nee! Ja, doe maar. Nee! Hij klinkt wel hard. Zo, jezus. Spuiten! Ja, hij is af. Nou jongens, hij is helemaal zwart. Maar echt helemaal zwart. Ziet er heel sick uit. Echt, ik ben er zo blij mee. Hij moet nog even drogen, maar kijk hoe mooi zwart dit is geworden. Ik vind het echt veel mooier dan dat het was. Nou, straks gaan we het allemaal eraf halen, al die kaartjes. En dan kunnen we het eindresultaat bekijken. Eentje ervan, tot nu toe. Oh, ik krijg er aan mijn hart ervan. Dat is niet goed. Ja, ik vind het mooi. Ik ga het ook doen. Ja, snel besloten. Nee, maar ja, kijk hoe sick. Ja, we wisten het al, maar kijk hoe mooi. Het ziet er toch sick uit. Kijk jij eens even met een scherp oog op de punt. Zie je nog details? Eigenlijk moet Luc dat doen, want die is daar goed in. Kijk jij eens even met wat details. Zie jij nog dingetjes? Ik ga rechts laten. Dat is goed. Dat is goed. Ga je niks meer doorheen, hè? Oeh, dat is mooi. Mister. Mijn telefoon gleed even naar beneden. Het gebeurde er. Nou, zal ik het even demonstreren? Ja. Kijk. Ik hoorde jou in één keer. Mijn telefoon lag hier.
ik deed dit. Uh-oh. En toen dacht ik van, hé, hey, ik doe hem even dicht. Oh, niet doen. Als je hem nu dicht doet, dan is hij helemaal kapot. Maar is hij stuk of niet? Nee, gewoon vol. Dit was al zo. Maar dit is hem. Ik moet hem alleen schoonmaken. Oh joh, hij is af. Hij is ook gewoon gelukt. Hij is gelukt. Even schoonmaken. Die oh, maar nu moet het. Ja, inderdaad. Nu moet je het er nog afhalen. Maar ik vind het mooi. Het is de tweede keer en het is nu gelukt uiteindelijk. Eindelijk. Ligt aan de spuitkop, hè? Ligt echt aan de spuitkop. Ja, en aan het weer. Gewoon. Het moet gewoon lekker warm zijn. Moet goed weer zijn en dan kan je alles fulldippen. Voor de mensen die denken, jullie hebben weer die auto verneukt. Dat is niet zo, want kijk. Nogmaals, je kan het er weer afhalen. Ja, easy. Easy. Maar daarom kunnen we ook gewoon onze velg in alle kleuren spuiten. Maar echt, ik ben hier zo blij mee. Echt, hè? Maar moet dat logo chroom? Laat eventjes weten, want dat kan ook. Kan ik het eraf halen? En is dat stukje nog chroom? Want hij is standaard chroom. Dus laat even weten hieronder in de comments. En dan kunnen we dat allemaal wel in een vlogje eraf halen. Ja. Koen die heeft een slokje genomen, volgens mij. We zijn er bijna. Koen is lekker bezig. Ja, jij ook. Ja, we zijn lekker bezig samen inderdaad. Maar ik, haal een stukje er eens af. Ja, maar dit is nat. Oh. Maar kijk eens eventjes, Luc zet hem mijn band scheef staat. Dat is juist goed, hè? Dan heb je strakker in de bocht alles. Dat is waar. Wat staat scheef? Mijn band, deze. Ja, hij staat ook scheef op een krik, hè? Ja, Luc is niet goed dus. Ja, die zit muurvast. Ja, maar hij staat ook... Zeker waar. Zal ik eens hem even laten zakken? Laat ze even zakken, kom eens even. Kan niet. Ja, moet je hem wel een beetje... Ja, kan wel. Ga ik enge geluiden horen? Nou, jij zweeft nog op één krik. Oh, ja, stop. Daar gaat hij, jongens. Feel the magic in the air. Hoe? 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 Zo, hummer alles. Zo, is wel sick hoor dit. Dit is wel heel dik. Nu met die, zijn ze mooi gemaakt. Met die rode remklauwen. Oh ja, is het echt scheef, maat? Ja, inderdaad. Hij staat echt zo. Ja, Luc is helemaal niet zo, zo knetter. Hij krijgt even een voortje. Ja. Nou, hij moet weer omhoog. Hij staat echt zo. Mensen verdienen, ik kan hem ook. Ik hoorde het. Nou, ik voelde al trilling op het moment van dat ik naar de grote beurt was geweest. Dit is toch lelijk, jongens. Dit moet zwart. 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 Dat is Arnhems. Echt? Is zwart Arnhems? Oh ja, dat was... Zwart is Arnhems. Vandaar. Hey, maar misschien ga je nu strakker door de bocht. Meestal zetten ze die banden scheef, maar... Zo, inderdaad. Maar je hebt toch gewoon hoekje gedaan? Eerst die, dan die. Ja, zeker. Of gewoon kruislinks. Nee, gewoon kruislinks inderdaad. Ja. Niet random. Ondanks ik het wel heel vet uit vind zien. Dit is sportief. Maar ik weet niet wat ze bij de garage hebben gedaan. Ik ook niet, maar hij trilde en toen, hè. Ik weet niet waarvoor je hebt betaald. Ja, ik heb heel veel geld betaald, dat weet ik wel. Heel veel geld, maar... In totaal €1100. Inclusief remklauwtjes. Schijf en alles erop. Maar ja, dit is niet goed. Want je zei al gisteren dat hij trilde. Als een malle. Je en waarschijnlijk als je band scheef staat, dan trilt hij. Nou, dan ga ik even terug alweer. Nou ja, ik moet toch sowieso weer terug, want ze hadden sowieso al iets niet goed gedaan. Ben je wel een Peugeot dealer en kan je het wel? Nou, oh, dat mag je niet zeggen. Ah, het is wel waar. Ja, kom op. Als je het doet, doe het dan goed. Het nou, ja, dat is zeker waar. Nou, ik ga die ook zwart maken. Wat een klusje, let's go. Oké, jongens, Sven en Luc zijn wat drinken halen. En check, ik heb het een beetje schoongemaakt. Het moet nog iets droger worden, maar check even. Ik vind het er wel echt lijp uitzien. Een rode rand. Moet nog iets beter schoongemaakt worden. Want die tape resten die zijn kut. Maar voor de rest ziet het er wel echt sick uit. Zo'n rode rand. De Black Edition. Kijk dan. Nou jongens, ik ben nu mijn velg aan het schoonmaken. Want het is nu tijd voor de gouden velgen. Moet je hem er niet eerst afhalen? Nee, nee, want dat had ik dus net. En toen werd het hele cel zeiknat. En elke keer als ik een stapje zette, zat onder weer in een plasje. En dan weer tegen mijn broekie. En... Dus ik ben nu gewoon eventjes zo even makkelijk dat ding schoonmaken. Haal ik hem eraf. Het niet helemaal nat op het cel. En dan is het mooi. Dus dat ben ik nu aan het doen. En dan haal ik ze straks af. En dan kunnen we ze weer gaan spuiten. Nou, het eerste laagje zit er alweer op. Heel klein dun laagje. Heel klein. Maar doordat je op full dip spuit, droogt het zo verschrikkelijk snel. Dat je gewoon eigenlijk bijna in één keer door kan. Maar het is ook perfect weer om dit nu te doen, weet je. Ja, maar echt. Even mooie strepen zo. Beetje mooi inkleuren op de plekken. Ja. Zullen we hem zo... We gaan het weg eens even zo. Kijk. Nou, dat doe je geleidelijk. Netjes, hè? En ondertussen is die klaar. Kijk eens, jongens. Alles wat er omheen gespoten is, is weer opgelost en niet verneukt. Het kost €100, hè, dat stukje. Als je dat rood wil. Nu ben je voor nog geen €10 klaar. En er zit nog in de bus genoeg. Kijk, hoppakee. Ziet er wel vet uit. Misschien dat voorkantje rood, maar dan zit ik in dat filterding te spuiten. Kijk, dit randje hier, onder het kenteken, onder dat chromige randje waar ik dat beestje heb doodgereden daar. Die moet eigenlijk ook rood. Misschien die mislampen zwart, gesmoked. En het dikste is natuurlijk dit chrome randje helemaal zwart.
Ik wil gewoon geen chroom meer zien. Het moet gewoon zwart-wit worden. Chroom eromheen. Die rand chroom moet weg. Ja, dat lijkt me ook wel sick. Ja, maar oh, dat gaat lekker. Ja, hè? Ja, dat gaat lekker. Van een beetje zo. Oh, kut. Ja, een beetje als je zo'n bakvorm spuit. Ja, dus kijk, ik kan hem wel helemaal zo netjes doen, maar dat moet je doen als je pas bij de eerste laag bent. Precies, want dit is laag 20. Ja, dus als je, ik weet niet hoeveel lagen al hebt gedaan, en dat heb ik al met goud gedaan. Want ik heb eerst zwart, toen weer goud, en nu weer zwart. Kan je hem gewoon een beetje inkleuren. Ja, dat wordt wel sick hoor jongens. Dit. Ja. Is het nog steeds de eerste bus? Ja. Nou, één busje, tientje. Het is de tweede bus, dus 20 euro, en ik heb hem helemaal zwart. Hoppakee. Ta-da-da-da. Die Nederlanden. Koen 477. Kijk dit jongens! Het is gewoon helemaal zwart. Ja, met die mooie remklauwtjes hè. Kijk. Ja. Remschijven, wat is het nou? Remklauwen toch? Ik krijg geen goedkeuring van... We krijgen in ons oortje dat het een remklauw is. Maar eerlijk, lijkt Tesla. Maar, moet dit eraf? Of niet? Ik zou het lekker zwart laten. Ja, dit? Het Peugeot logootje? Ja, of als je echt precies dat leeuwtje eruit kan vouwen. Ja, dat lukt dus niet. Ik moet wel nee, echt... Dat rondje is zonde. Dat denk ik dus ook. Het leeuwtje zou heel tof zijn, maar... Maar dat lukt denk ik niet. Of een sticker kopen met dat leeuwtje. Een sticker. Alsof ik aan Dakar mee doe. Zo, een 477. Het Svenno Menno. Zo, dus als we nu door rood rijden, ziet iedereen... Ja, maar wij halen ze meestal van links in. Ja, ik heb hem aan mijn kantje. Wow. Ja, ik had geen keus. Nee, Boas deed het. Nee, eerlijk, ik vind het echt vet, man. Dus, het ziet er lijp uit, laat hem zakken. Tesla, eerlijk, het lijkt echt Tesla. Hoezo een Tesla? Weet je niet, als ik aan zwarte velgen zie, zulke mat zwarte, denk ik aan Tesla met rode remgroentjes, klauwtjes. Nou, wat denk je als je naar die kijkt? Denk je AliExpress? Ja, dan denk ik aan zo'n Lego auto. Ja. Er zitten ook Lego blokjes op. Ja, ja. Ik ga hem even strakker draaien en dan laten zakken. Nou jongens, mijn auto is af. Die van Koen ook. Koen heeft wat details veranderd. Zijn achterkant is rood. Mijn velgen zijn zwart. Hij heeft een Koen 477 sticker op zijn auto geplakt. Dus de auto wordt echt steeds mooier. Laat even weten hieronder wat we moeten veranderen aan onze auto. Want deze veranderingen komen door jullie, omdat jullie het hebben gezegd. Ondertussen zijn de boys aan het opruimen. En ja, ik ben echt tevreden over het resultaat. Jij Koen? Ik vind het prachtig. Volgende keer ga ik ze ook zwart, maar misschien zit ik te denken om weer een gekke kleur te doen. Oeh. Want ik keek op de site, lime green. Oh, dat is ook wel sick. Lime green is wel echt heel sick. Het kan er gewoon overheen. Ja, dat is het mooie, want ik kan er nu ook weer een andere kleur overheen. Maar ik hou even nu tijdelijk zwart, maak even weer gekke foto's en dan is het voorbij. En dan een maandje verder, is dus ja. Een andere kleur. Precies. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.